Op 19 juni 2020 vertrekken we vanuit huis voor ons fietsrondje kriskras door Nederland. Via natuurgebied de Maashorst fietsen we richting de Betuwe. We zijn bijna bij de Maas. En hier is geen brug, maar een pontje. Dus we gaan met het pontje over. Ik denk dat we mondkapjes op moeten, want het is openbaar vervoer. Dus die hebben we bij ons, dus die kunnen we zo even uit de tas halen. We zullen zien. Ze hebben hier hartstikke veel lekkere kersen, dus we gaan eens kijken of dat we die hier kunnen scoren. En het lijkt erop. Kijk eens, mega kersen hebben ze. Oké, te laten proeven. Alsjeblieft. Dankjewel. Een supermooie kampeerplek terechtgekomen. Het is een boomgaard van mijn collega. Een mooie pipowagen. Supermooi. Gras, lekker zonnetje. Eventueel plek om de tent op te zetten. Als we nog wat verder naar achter lopen. Dan, het is een boomgaard vlakbij de Linge. Kunnen we nog lekker aan het water zitten. We kunnen hier straks nog een vuurtje maken. Daar, kijk. Dus prima plek om een middag en een avond te vertoeven. Dag 2 van ons rondje kriskras door Nederland. We fietsen nog steeds door de Betuwe. Hartstikke lekker weer, graadje of net onder de 20 denk ik nog. Beetje zon, beetje wolken. Dus we zijn onderweg naar Ermelo. Het was vast weer een mooi fietsdagje. Bijna 90 kilometer fietsen. En we zijn nu bij een bungalowpark. En we gaan op zoek naar Helene. Helene die woont hier. En we mogen bij haar overnachten. Dus ik ga haar even bellen en dan komt ze ons ophalen. Supermooi plekje. Midden in het bos in Ermelo. Kijk, we zitten gezellig te borrelen. Vincent en Helene. Superleuk. Lekker bijkletsen. Nou, onze fietsen. We zijn denk ik ongeveer 10 minuutjes onderweg. We zijn midden in Harderwijk. En opeens een geratel bij mijn band. En spaak kapot. Helemaal afgebroken bij het nippeltje. Dus de band moet eraf, velg eruit. Gelukkig hebben we wel een nieuwe spaak en een nieuw nippeltje, dus we kunnen het wel maken, maar het kost even wat tijd.
moeten richting een pontje, maar daar komen we dit tegen. Hij is afgesloten helaas, dus we moeten even een andere route gaan kiezen. Maar de redding was dichtbij. Een paar kilometer verderop lag deze brug. En zo kunnen we dus ook over de IJssel. Pauze op een heel mooi bankje. We hebben koffie en thee gezet en we werden uitgenodigd door de bewoners, want we fietsten hier langs en toen zagen we dit bordje. Ja, daar kan je natuurlijk niet aan voorbij gaan, hè, als je dan zo'n mooi bankje hebt. Echt heel veel ooievaars onderweg. Hier zijn er ook weer twee. We zijn aangekomen op een natuurkampeerterrein in Drenthe, in Oude Willem. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is een plaatsje. En nou, het is een hartstikke mooi veldje. Echt puur natuur kamperen, geen stroom, geen wifi, niks. Maar super mooi plekje gevonden. In de zon, we zijn helemaal geïnstalleerd, gedoucht, kleren gewassen. Ja, dus tijd voor een appeltje. Dit is het Vochtelower Veen. Op een mooie zomerse dag. We mogen andere fietsers tegen natuurlijk. Mooi gebied. We zijn net de stad Groningen uitgefietst. En dan zit je eigenlijk meteen weer in het Weidse Groningse land. Hartstikke mooie dag, tot 25 graden vandaag. Nu is het nog lekker. Even kijken. Kijk. Blij een beetje stad nog op de achtergrond. We hebben onderweg al heel veel mooie molens gezien. Hier heb je weer zo'n exemplaar. Ziet er allemaal heel mooi uit. Bijgehouden. Wij zijn nu echt 2 kilometer verder, denk ik. En dan weer zo'n mooie molen. We zijn nu in Winschoten en we zijn op zoek naar een supermarkt. Zo, even inkopen gedaan bij de supermarkt. En dan komt Vincent met zijn grote tas die nooit vol zit. En daar past alles in. Denk ik, hoop ik. Aangekomen bij het natuurkampeerterrein, dus
We gaan even kijken waar we terechtkomen. Mooi de tent in de schaduw. We zitten hier lekker. Er is Vincent. Hier hebben we nog de was gewassen. Lekker in het zonnetje aan. Lekker te drogen. Dus helemaal perfect hier. Goedemorgen. Het is vandaag 25 juni. En ik ben jarig. Yay! Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Genoeg. Hij had vandaag al gezongen, dus dat is helemaal goed. En een klein feestje vandaag, want wij komen op het einde van de route, einde van de 11-9. Ik denk nog ongeveer 20 kilometer fietsen en dan zijn we op het einde. Dus we gaan eens kijken of we daar een gebakje kunnen schoren of zo. Zou wel lekker zijn. Vincent is aan het kijken of dat hij de drone de lucht in kan sturen. En dat gaat zo meteen wel lukken. Even kijken of dat we een mooi filmpje van onszelf kunnen maken. We zijn in Bad Nieuweschans op het einde van de route. Even kijken, even laten zien. Kijk, hier zijn we. En wat staat er op het bordje? 11-9A en AP-route van Nieuweschans naar Breda. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen, want we hebben net van Breda naar Nieuweschans gefietst. Dus we gaan straks de andere kant op fietsen. We moeten nog even kijken hoe het precies allemaal gaat, maar we gaan in ieder geval richting het westen, richting Friesland fietsen. We zijn nu bij een tankstation, want onze brandstoffles is, ik wou zeggen, bijna leeg, maar eigenlijk is hij gewoon helemaal leeg. We hadden al geen kokend water meer voor de thee. Dus een beetje lauwe thee gedronken net, niet zo heel erg. Want eerstvolgende benzinepomp kunnen we gewoon weer bijvullen. Even kijken. We tanken gewoon euro 95. Ik was aan het kijken, want de fles is heel snel vol. Hij moet nu bijna vol zijn, denk ik. Ja, dat is het. En dan hebben we
voor 1,06 euro getankt. 690 milliliter. Friesland binnen gefietst, vlakbij Zoutkamp en ook vlakbij Kolm. Een mooi uitgestrekt natuurgebied hier. Hou erheen fietsen op een mooi klein paadje. We zijn aangekomen in Dokkum. Dat is onze eerste stad van de Friese Elfsteden, waar we in ieder geval een deel van gaan fietsen. En we zijn even aan het schuilen in een portiekje, want het regent hier. We zijn aangekomen op een heel mooie kleine minicamping. Heeft maar 9 plaatsjes in totaal. Hartstikke mooi aan het water. We hebben een fietsende buurvrouw met een Santos fiets en een Hilleberg tent, net zoals wij. En dit is ons plekje. Mooi aan het water met een paar boompjes. Het weer is nogal wisselvallig vandaag. Dus we hebben even een zeiltje gespannen, het is nu droog, maar als het dan straks misschien weer gaat regenen, dan kunnen we nog lekker droog zitten. Bezig aan het laatste stukje van vandaag. Ik zie Heerenveen daar in de verte al liggen. Dat is het eindpunt van vandaag. We gaan daar eten en overnachten bij vrienden. Dus geen tent opzetten vandaag. Kijk, en daar in de verte zie je Heerenveen al liggen. Watertje oversteken en dat moet met een pontje en het blijkt een trekpontje te zijn, dus hij ligt mooi aan onze kant, dus dat scheelt alweer wat werk voor ons. Thank you.
hebben een camping gevonden. Het ziet er hartstikke mooi uit. Mini camping de Gouberville. Kijk, dit is de camping. Maar zoals je ziet, helemaal leeg. En omdat hij helemaal leeg is en de eigenaar ook niemand meer verwacht. Het is sowieso een mooie camping met allemaal picknickbankjes, mooi gras. Maar hier heeft hij een mooi binnentuintje. Kijk, hier hangt onze was. Onze was al lekker droog. En in het binnentuintje mochten wij onze tent opzetten. En nog mooier. Kijk, hier staan onze fietsen. En hier heeft hij een hele mooie veranda. Waar wij gebruik van mogen maken. Kijk, hier zit Vincent al. Mooie stoelen, banken, kussentjes erin, vliesdekentjes. Nog een gasbrander voor als we het koud hebben, zo'n warmte ding. Dat is echt super mooi, dus hier houden wij het vast wel een avondje vol. Jasje aan, jasje uit. Als het buitje weer over is, de jas weer uit. Dan hebben we af en toe blauwe lucht, een beetje zon. Vertrokken bij Koen en Diana, waren onze hosts en nou, we hebben een superleuke tijd gehad. Ze hebben drie jonge jongens, gezellig mee gehad, heel lekker gegeten, lekker bed, net nog een uitgebreid ontbijt gekregen, bijgepraat, allerlei fietsverhalen. Zij hebben natuurlijk 3 jaar over de wereld gefietst, dus ja, nog veel meer verhalen dan wij. Leuke dingen uitgewisseld, adressen uitgewisseld. Dus, nou, was gezellig. De Lutte en we hebben een mooi picknickbankje gevonden voor de lunch. En, het ziet er zo uit. Dit is onze lunchplek. We hebben hier thee, zijn we aan het maken. We hebben een bouillonnetje, we hebben lekker brood, we hebben kaas, we hebben vlees. Dus we zijn eigenlijk van alles voorzien, dus het komt helemaal goed hier. We zijn in Enschede en we zijn aan het einde gekomen van de Sachsenroute. Dus op ons rondje kriskras door Nederland gaan we nu weer iets nieuws doen. En we gaan de Boerenlandroute volgen. Weer helemaal terug naar Zwolle. Daar zijn we al geweest, maar ja, dat is het idee van kriskras door Nederland. Dus via de IJssel naar Zwolle en dan daarna weer richting het zuiden. We'll be right back.
in de buurt van de Holterberg. Je kan het zien, een beetje heuvelachtig terrein. Mooi heidegebied. We hebben net een klimmetje gehad, dus mooi uitzicht. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag zondag 5 juli. Het waait hard. Het waait heel hard vandaag, iets van windkracht 5 of zo. We hebben gisteren niet gefietst. We hebben een leuk dagje doorgebracht op de camping. En was relaxed. Vandaag dus toch maar weer fietsen. We gaan eerst richting Zwolle. We zitten nu in Haarle, vlakbij Hellendoorn. We gaan richting Zwolle en dan hebben we nog redelijk wind mee. En dan fietsen we richting het zuiden, richting Deventer en Zutphen. En dan hebben we pal wind tegen, dus we zullen zien hoe het gaat en hoe ver we gaan komen. We steken net een zijarm van de IJssel over. Het waait echt heel hard en het is nu ook nog een beetje erbij gaan regenen. Dus wij hebben een klein doorsteekje gemaakt. We zijn niet helemaal naar Zwolle gefietst, maar via Raalte naar Weijen. Daarom zijn we nu al bij de IJssel en fietsen we richting Olst en Deventer. De tent staat. Wij zijn gedoucht. Kijk, we gebruiken onze fietsen altijd als waslijn. Gaat heel goed. En zo ziet onze tent er van binnen uit. Dus de binnentent. Met slaapzakken, matjes en alvast wat meer kleren voor vanavond als het wat kouder wordt. En dan hier onze verzameling tassen. Die past er helemaal in. En dan passen wij er straks ook nog bij. Als het nog ooit weer gaat regenen, dan is dat geen probleem. We zijn aan het koken. Dus dat heeft gemaakt. Want we eten tortillas met sla en er gaat nog mais en kittyboom in. Geleden vertrokken bij onze camping in Zutphen en we hebben besloten om vandaag in één dag naar huis te fietsen. Het is een kleine 90 kilometer. Mooie dag vandaag, redelijk wat wind, maar prima te doen. Dus nu is het midden op de Veluwe.
Dit is het laatste vlogje, want we zijn bijna thuis. We zijn alweer in Kelmen, ik denk nog 500 meter fietsen. En dat is het einde van onze fietsvakantie kriskras door Nederland. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden om naar de video te kijken. Laat maar weten hier onder deze video of anders op onze website www.reisfietsers.nl. Doei! Doei! Wil je ons blijven volgen? Abonneer je dan op dit YouTube kanaal. Wil je meer informatie over deze of een van onze andere reizen? Kijk dan op onze website.